Ugo Bell, je speelt vanmiddag tegen Japan. Je wint met 3-2. Wat zegt jou dat? Waar staat Japan ten opzichte van Nederland? Ik ben sowieso blij dat ze hier zijn, omdat we dat niet zo vaak tegenkomen, hè, als Europese ploeg. Ja, wat zegt me de overwinning? Ik ben blij dat we de overwinning eruit uitslepen in 5 sets. We hebben wel met de ploeg deze 4 dagen ingestoken. Je hebt een grote selectie aan de kant gezien om iedereen daarin de ruimte te geven om een keer in de basis te staan, om een keer erin gewisseld te worden. Dus vandaar dat er ook wat wisselingen zijn tussen de eerste en de derde set. Dus ja, ik ben blij dat we hem eruit vechten en hebben die meiden knap gedaan. Als je gaat kijken, Japan is top 2, top 3 van Azië, samen met China en Thailand. Wij als Europees continent, eigenlijk geldt dat voor al het volleybal, dat is een wat sterker continent. Dus het is voor ons wat moeilijker om ons te kwalificeren voor het WK. Over het algemeen zijn de matches altijd close. We spelen altijd spannende wedstrijden. Zij komen hier, een klein beetje jetlag aan het begin, maar na verloop van tijd ontwikkelen ze zich wat meer. Dus ja, ik denk dat het wel redelijk gelijkwaardig is. Wij zijn fysiek iets beter, zij zijn verdedigend iets beter. In april spelen we ook nog wat oefenwedstrijden tegen de Belgen. En eigenlijk is Japan, die hier op bezoek komt, is een terugkerend jaarlijks iets. Zij waarderen Papendal enorm, waar we trainen. Het is schoon, het is veilig, het is mooi. Dus zij komen hier graag naartoe en wij zijn zeer blij om ze eens per jaar te ontvangen. Zo maken we een beetje kennis met Aziatisch volleybal. Marije ten Brinke, jij woont in Enten. Ja, ik woon in Enten. Je speelt in Barne. Ja, en vanmiddag in Almelo. Ja, vanmiddag in Almelo. Heel leuk om op eigen regio te spelen. Iedereen kon komen van mijn familie en het is heel leuk om alle publiek te zijn en zo. En dan speel je tegen Japan. Ja. Ik dacht altijd, Japanners, dat zijn van die kleine meisjes. Nee, maar wat viel dat tegen? Ja, ze springen ook heel erg hoog en ze hebben goede verdediging, dus het was voor ons heel moeilijk om te scoren. Je wint met 3-2. Hoe tevreden ben je daarover? Ik ben erg tevreden. Het was een hele wisselende wedstrijd. Maar ik denk dat het vooral omdat wij goede servedruk legden en dat ze heel goed verdedigen. We zijn met een paar nieuwe in ons team en hij wil graag dat iedereen graag ervaring op doet. Dus ik denk dat hij daarom iedereen heeft laten spelen. Als ik dan zie, hè, dat jij daar midden voor het net staat en dat er zo'n klein opzetje komt en dat je hem dan knoehard op de grond ramt aan de overkant. Ja. Is dat jouw specialiteit? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook omdat ik heel lang ben, dat het ook, helpt ook natuurlijk. Dus ik denk dat het wel goed is. Ja. Jullie spelen voor een voorbereidingstoernooi voor het EK in Nederland. Ja. Hoe schat je je kansen in? Ik denk vrij hoog. We kunnen ook nog tweede worden van alle pools. Ik denk dat het best wel kan lukken voor ons. Ja.